Anti-islambeweging Pegida wil in Arnhem varkensvlees gaan braden bij een moskee. De PVV in de gemeenteraad steunt deze actie niet. Hoe staat de partij hier dan wel in? Het staat aan ieder vrij om een demonstratie te organiseren. De PVV is een politieke partij. Wij proberen op de politieke manier onze doelstellingen te realiseren. Wij zouden graag zien dat de moskeeën in Arnhem gesloten zouden worden. Maar ja, wij zijn niet voornemens om mee te werken aan een actie van een andere groepering. Dus u gaat niet straks gezellig mee barbecuen? Nee, daar ben ik niet van plan. Heel veel partijen vinden het best wel beledigend of een nare manier. Hoe sta jij er tegenover? Het is een provocerende actie. Het zou geen risico op moeten leveren. En ik heb ook allerlei dingen online gelezen van bedreigingen die er geuit worden richting die demonstratie. En ja, wij als PVV doen daar niet aan mee. Wij proberen via de politieke manier onze doelstellingen te realiseren. Wij zien eigenlijk dat er maar één islam is. En de islam is radicaal van zichzelf. En er bestaan gematigde moslims en niet gematigde moslims. Maar de islam is eigenlijk maar één vorm. Die zien wij ook als een bron van radicalisering op zich. Dus wij vinden dat er wel degelijk ook beleid moet zijn op gemeenteniveau om dat tegen te gaan. Het staat in ieder vrij om te demonstreren. Misschien ook om te provoceren. Is dan dit volgens u provocerend of is dit gewoon een demonstratie? Het is een demonstratie op een provocerende manier. Ik denk dat iedereen dat wel zo ziet. In ons programma hebben wij gezegd, we willen alle moskeeën sluiten. Omdat we inderdaad die islam zien als een bron van radicalisering. Of er nou financiering is vanuit het buitenland of niet. We zien ook dat er hier in de raad weinig draagvlak voor is op dit moment. En wij willen dan ook heel graag van de burgemeester weten welk beleid hij op dit moment voert. Daar willen we wel een raadsbrief van hebben, zodat we dat goed kunnen beoordelen.